Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik dacht ik neem jullie weer een keertje mee in een weekvlog. En ik begin hem even met Indu die lekker aan het stappen is. Het is vandaag maandag 14 maart volgens mij. En gisteren 13 maart hebben wij een oefencross gereden in Ede. Blijf je even doorlopen? Of wat gaan we doen? Oh, we zien iets. En we hadden een oefencross in Ede. Dat was de oefencross nadat we gevallen waren, zeg maar, in Rijssen hadden we een oefencross 2 weken geleden. En deze in Ede zou ik eigenlijk niet meerijden, maar omdat we gevallen waren en toch weer even het vertrouwen terug moest krijgen, had ik ook in Ede ingeschreven. Die hebben we gisteren gereden en die ging echt mega goed. Je kunt op mijn Instagram lezen in een post hoe dat was gegaan. Ik heb die dag expres geen vlog gemaakt, omdat ik even de focus wilde hebben op deze cross. Die video's komen later allemaal wel weer, dat ik even kan richten alleen op Indu. Loop je mee? Loop ondertussen weer verder. Kom, want mijn eten is klaar. Het is avondetentijd. En gelukkig ging het echt heel goed. En hebben we ons vertrouwen gelukkig helemaal teruggekregen in het crossen. Dus volgend weekend is Alphegaan. Dus wij gaan nog even lekker doortrainen. En ik heb er mega veel zin in. Want over 2 weken start dus eindelijk het eventenseizoen. En ik kan echt niet wachten om nu weer na een lange tijd weer het seizoen echt volop mee te rijden. Want ik heb Indu gekocht in 2020. Toen hebben we 2 wedstrijden gereden aan het eind van het seizoen. En vorig jaar ging het seizoen natuurlijk pas halverwege van start door corona. We hebben weer een stoppauze. En hij stond natuurlijk met een blessure. Dus dit is pas onze eerste echte seizoen die we samen gaan rijden. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat. En ik praat jullie deze week ondertussen langzaam een beetje bij met hoe het met ons gaat. En hoe wij nou door gaan trainen naar Alphegaan. Ik moest jullie ook nog even bijpraten, want er is hier eigenlijk best wel veel gebeurd. Ten eerste, de paddock is weer droog. Het was natuurlijk echt zeik en zeik nat. Het heeft zoveel geregend een tijdje terug. Nu is het weer droog, maar we gaan dit van de zomer denk ik aanpakken. Zodat het dadelijk in de winter niet meer nog een keer zo nat wordt. Dus er komen slangen onder te liggen volgens mij. In ieder geval dat is wat mijn vader in gedachten had. Maar dat gaan we allemaal wel zien en daar neem ik jullie uiteraard ook in mee. En wat er hier is veranderd is dat er een hele aanbouw bij is gekomen. Dus echt, voorheen was dit dus open. Dit was gewoon terras. Maar we hebben besloten om hier glas in te zetten. En dat we hier dus ook in de winter lekker kunnen zitten. Dus ik zal even een goede video maken. Maar dit is dus echt super vet geworden. Ik ben hier, het was het idee van mijn vader, wat eigenlijk heel goed is uitgepakt. Dus ik laat het even zien. Hier kom je dus natuurlijk gewoon altijd aan op de stal. En dit was altijd gewoon open. Je stond tafel en bla bla. En dit is nu dus helemaal dichtgemaakt met glas. En hier kun je dan lekker zitten. En in de zomer kunnen die glazen wanden natuurlijk open. En dan kunnen we hier lekker barbecuen. Dit wordt denk ik mijn nieuwe favoriete plek. Want dit is dus super chill. Want dan kan ik hier lekker zitten en bij de paarden kijken. En dan ligt hier ook niet alles meteen weer onder het stof. Want dat was een beetje het probleem met het terras wat hier was. Dus dat is wat hier veranderd is. En dan kom ik hier in de stal en nu zijn die glazen wanden hebben hier gelegen. Dus ik heb nu eigenlijk de ruimte om alles aan te kunnen passen hoe ik het zou willen. Maar ik ben er dus nog echt niet over uit hoe ik het mooi vind staan. Dus ik heb eigenlijk even jullie hulp nodig. Dat er iemand een idee weet hoe ik dit mooi kan maken. Want het is allemaal nog een beetje bij elkaar geraapte dingen. Eén ding waar ik wel natuurlijk al heel blij mee ben, en dat is wat hier al heel lang hangt, zijn mijn houten zadelsteunen en mijn hoofdzadelsteunen ernaast. Dit is dan natuurlijk nieuw, de boiler. Daar kan ik dan straks, komt ook gewoon echt een slang, dan kan ik gewoon in u wassen en zo. Dat is de bedoeling. Daaronder heb ik mijn voer staan. En ik ben er nog niet over uit hoe ik dit allemaal in ga delen. Want je komt daar binnen, dan heb je hier rechts de boiler en voor je staat het hooi. En het hooi kan nergens anders staan, dus dat laat ik daar gewoon staan. Maar ik heb hier een beetje een lege ruimte. Ik zal het even goed filmen hoor. Dus zeg maar, dan het hooi. En hier doe ik altijd hooi vullen. Maar hier heb ik zo'n beetje zo'n lege ruimte. En ik weet nog niet zo goed of ik de kasten dus zo laat staan. Want ze stonden eerst met z'n tweeën aan die wand. Maar dan heb je hier weer zo'n lege ruimte waar ik dan weer allemaal dingen neer ga zetten die er niet horen te staan. Ik wil mijn bezig met dingen allemaal nog ophangen. Maar of ik dat dan hier doe of aan die deur. Want die 2 deuren kunnen open of aan die deur. Dat kan natuurlijk ook nog.
Maar kom met je ideeën hoe ik dit het mooist kan inrichten. Want ik ben hier niet blij mee. Het is natuurlijk geen prioriteit om dit nu aan te passen. Maar ja, zoals je ziet is het best wel rommelig. En niet hoe ik het zou willen hebben. Het mooiste zou zijn als hier natuurlijk ook een houten kast komt. Die tot ongeveer de rand van het plafond komt, zeg maar. Of ja, die rand die je daar ziet waar de golfplaten beginnen. En dan alleen aan die wand. Dat zou echt het mooiste zijn. Maar ja, het kost natuurlijk ook weer een hoop geld om daar een nieuwe kast neer te zetten. En ik moet nog even kijken hoe ik het ga doen. Maar als je een leuk idee hebt, zeg het AUB. Want dan heb ik misschien nieuwe inspiratie. Het is alweer de volgende dag. En ik heb een pakketje binnen. Dus die ga ik heel even openmaken. Ik weet natuurlijk al wat erin zit. Ik heb een tijd geleden, was volgens mij vorig jaar zomer, dat ik Hey, wat is er? Even de hond buiten laten. Ik heb een tijdje de supplementen van Horseflex gevoerd. De curcuma en de magnesium relax combi. Indy kreeg dus een tijd lang al die supplementen en daar deed hij het eigenlijk echt heel goed op. En ik wil hem gewoon wat extra kunnen ondersteunen. En ik merkte dat hij die magnesium, ja, dat het eigenlijk wel heel, het is een relax combi van magnesium. Zeggen ze dat een paard vaak rustiger wordt. Maar dit is dan ook nog een relax combi. En ik denk dat het nu wel heel erg kan helpen. Aangezien hij op ander terrein soms best wel geprikkeld kan zijn, zeg maar. En ik denk dat de magnesium dus heel erg kan helpen met zijn concentratie. Dus die heb ik weer... Oh, laat alles weer vallen. Ik heb geen bakjes. Ik heb gewoon de navelzakken gekocht. Omdat ik de bakjes dus natuurlijk al heb. Dus hier de navelzak van de magnesium relax combi. En ik heb 500 gram. En de... Oh, 800 gram. Ik had ook 500 gram opgesteld. Ik had geen idee meer. En 800 gram van de curcuma mix. Dus dit ga ik even aanvullen dadelijk. En dan ga ik Indy even longeren. Je mag vandaag aan de dubbele lijnen lopen. En dan morgen hebben we dressuurles. En dan wil ik de GoPro op de standaard neerzetten. Want dan kan ik ook de dressuurles een keertje filmen. Dus dat is wel heel leuk. Want komende zaterdag hebben we een dressuurwedstrijd. En dan hoop ik eigenlijk tijdens de dressuurwedstrijd in het L2 mijn laatste punten te halen. Moeten nog 4, dus dat betekent wel dat ik echt bij allebei de proeven minimaal 195 punten moet halen. We gaan het zien. Het is mijn doel in ieder geval wel een paar winstpunten mee naar huis te nemen. Het zou mooi zijn als ik de laatste punten voor het M1 zou halen. Want dan ben ik het L2 in ieder geval uit voordat het seizoen begint. Het eventseizoen begint. En dan hoef ik dadelijk ook die moeilijke proeven niet meer te rijden. Want per 1 april komen er nieuwe proeven in het L2. En dan moet je gaan wijken vanaf de hoefslag naar de AC-lijn in plaats van de SC-lijn naar de hoefslag. En dat vind ik best wel gek. Natuurlijk, met oefeningen kan dat allemaal wel prima als je gewoon veel gaat oefenen. Maar ik wil het eigenlijk gewoon skippen en dan gaan we mooi verder naar het M1. Maar we gaan eens zien hoe het zaterdag gaat. Het is nu 7 uur en de paarden hebben net een avondeten op. Maar Tommy, die heeft toch echt in één keer een drukke 5 minuten. Ik geef hem een brokjes, hij neemt een hap en is in één keer volop aan het rennen. En Indy ging gelukkig gewoon door met zijn eten. Maar ja, Indy is nou klaar, dus ik heb hem weer buiten gelaten. Maar het was echt heel grappig. Ik was net te laat met filmen, maar hij was helemaal door Dolle heen. En Tommy die is dan gewoon de gekke 5 minuten en dan gaat hij ook gewoon plat liggen. En dan gaat hij heel snel rollen en dan staat hij erop en dan gaat hij meteen weer plat om de andere kant te rollen. Dat is echt super schattig, want hij zoekt niet voor 3 minuten lang een plekje. Hij snuffelt, zwiept met zijn staart en gaat boem, gaat gewoon meteen liggen. Wat ben jij aan het doen? Maak je mij vies? Ja. Oh ja, en hij krijgt dus nu natuurlijk weer die curcuma en die is oranje. Dus dan heeft hij altijd een oranje mond. Ja, nou kun je het al niet meer zien, maar... Dan is hij klaar met eten en dan staat hij weer buiten te kijken van, mag ik weer uit? Ik ben klaar. En dan heeft hij een hele oranje neus. Ik sluit vandaag weer af en ik zie jullie morgen in de dressuurles. Staat er achter in de tunnel iemand op mij te wachten? Oh jongens, beetje lief zijn voor mij. Dat is zo druk.
Induwen, kom eraan. Hij heeft me altijd echt goed in het zicht hier. Ik ben net weer terug van school. En ik heb de paarden net even iets lekkers gegeven en wat extra hooi. Want ze hadden hun ochtendbroei net natuurlijk al op. En het is nu 3 uur. En ik pak even mijn scheerapparaat, want ik moet zo eerst even een pony gaan scheren. En als ik daarvan terug ben, Tommy, niet naar binnen, dat weet je wel. Zou er altijd zo te kijken. Niet naar binnen lopen. Nee. Terug uit. Hop. En als ik daarvan terug ben, dan kan ik de paarden even eten geven. En dan eten koken. En dan heb ik om 6:30 de dressuurles. Dus dan is het ook nog licht. Dus dan kan ik mooi even filmen. Met de GoPro, denk ik. Want de GoPro kan ik op de standaard zetten. Dus moet ik daar even kijken of die vol is. En kijk, heel erg rood. Ik heb het nog niet eens zo heel warm. Ik weet ook niet waarom. Dus ik ga nou de pony scheren en dan straks het dressuurles. Zo, ondertussen is het 6:15 en ik ga Indu snel opzadelen. Ik heb mijn statief met de GoPro klaar liggen, dus die neem ik mooi mee. En dan kan ik dadelijk, denk ik, een deel van het dressuurles wel filmen. Dus eerst even Indu klaarmaken. Ik heb mijn laars al aan. En dan daar ik alleen mijn cap op en dan ben ik klaar. Volgens mij heb ik het in mijn vlog nog niet laten zien, omdat ik het nog niet zo lang heb. Maar ik heb weer van MS Frontriemen een nieuwe frontriem gekregen. En kijk dan hoe vet deze is. Het lijkt zwart met goud, maar het is eigenlijk groen. Alleen heel af en toe zie je het. Ho, in nu. Ho, ga ik staan. Ho. Alleen het ligt er aan het lichtinval. Even een zoutlek. Ja, Louise. Kijk. Oh, het is ook een beetje groen. En dan het ene licht is bijna zwart. En het andere licht is het groen. Het is echt super vet. Dus wij zijn er klaar voor. En wij gaan lekker rijden. Het is trouwens echt, wat is het? Ja, heel lang geleden dat ik les heb gehad. Volgens mij, wat ik me kan herinneren, was de laatste keer dat ik bij Natasja zelf was. En dat was toen wij in Limburg waren. Dat was ja, begin januari. Dus dat, het is echt veel te lang geleden. Het is maar goed ook dat we dus nu even les hebben, want we hebben komend weekend dus de dressuurwedstrijd. En volgend weekend hebben we afgegaan. En bij afgegaan moeten we gewoon een B-proefje rijden. Maar dan hebben we nu weer heel even die dressuur focus erin, zeg maar. Dus we gaan het zien. Even kijken. Ja, het is bijna 6:30. En Natasja kwam iets later, dus eigenlijk mooie timing. Dus wij lopen lekker naar de bak.
kwam net terug van de les. Ik ben helemaal dood. We hebben echt hard moeten werken. Ondanks dat we echt maar, ja, wat is het? Iets meer dan 20 minuten hebben gelest. Maar ja, we kunnen weer lekker aan de bak. Het was echt te lang geleden dat we dressuurles hebben gehad. Dus we hadden ook gezegd van, nu gaan we gewoon echt weer proberen om de week te lessen. Dus regelmatig in ieder geval. Ik moet in nu steeds meer echt terug op zijn kont gaan zetten. Want hij houdt het gewoon echt nog niet te lang vol. Ik moet dat echt meer gaan oefenen. Dat hij echt op zijn kont gaat zitten. Want hij is nogal geneigd om snel voorin te duiken, zeg maar. Dat hij dan, hij vindt het dan moeilijk. En dan gaat hij er voorin duiken. En dan ben ik hem kwijt. En dan, hij maakt zich heet als hij het moeilijk vindt. En dan moet ik hem weer bij elkaar houden. En dan rent hij weer door me heen. En ja, dat zijn van die dingetjes die we gewoon moeten gaan oefenen. We hebben even een proefje geoefend die ik zaterdag moet rijden. En eigenlijk ging het best goed. Ik moet niet gehaast gaan rijden, maar ik moet wel blijven rijden. Ik moet hem blijven aanvullen, mijn been eraan blijven houden. Ook op de overgangen terug, zeg maar. En dat is best wel tegenstrijdig. Want als hij bijvoorbeeld heet wordt, dan denk je, oh, ik steek mijn been af. Maar je moet hem juist met je zitten en alles bij elkaar gaan houden. En dus ook je been eraan houden. En dat is, ja, best wel tegenstrijdig. En ik ben ook, ja, ik probeer het eigenlijk dan op te lossen met mijn hand. Maar ja, dat is natuurlijk wat je niet moet doen. Je handen zijn puur om te sturen en je wilt zo min mogelijk oplossen. En dat weet ik ook wel. In theorie weet ik heel veel dingen, maar in praktijk vind ik het uitvoeren nogal heel moeilijk. Dus ja, zo gaandeweg gaan we natuurlijk een hoop leren. En ik heb wel echt heel fijn geles en nu kunnen we gewoon weer aan de slag met dingen. Want ik merkte dat we in het dressuur best wel, ja, een beetje moeilijk zaten van, goh, wat moeten we nou eigenlijk oefenen? Dus nu kunnen we lekker weer verder. Dus het zal vast wel helemaal goed komen. Morgen rij ik hem ook nog even en dan ga ik vrijdag even met hem, ja, heb ik nog niet. En dan hebben we zaterdag dus wedstrijd, dus ik moet nog heel even kijken wat ik vrijdag wil gaan doen. Ja, dus Indu heeft hard gewerkt en hij staat nou even lekker te eten. En morgen moet ik trouwens ook even nieuw voer halen in de winkel. Ja, want je voer is bijna op. Lekker? Lekker, hè? Ik ga even de spullen opruimen en het is nu 7:30, dus ben ik nog bij tijd klaar. Even de spullen opruimen en dan kan ik lekker douchen en dan is, heb ik een vrije avond voor de rest. Het is vandaag donderdag en ik ben vandaag lekker een dagje vrij van school. Ik had deze ochtend eigenlijk een afspraak staan, maar die gaat niet door. Dus ik ben deze ochtend even lekker vrij. Ik heb al boodschappen gedaan net en het is nu, ik denk, 10:30. 10:30 geweest en Indu die weet niet goed wat hij wil. Tommy heb ik vast in stal gedaan, want dan kan ik hier even rustig aan de gang. Zonder dat Tommy mij continu komt verstoren, want ja, die wil allemaal naar binnen lopen. Maar ik heb dus net voer gehaald. Ik heb de slobber van Calvalon weer. Die voer ik al een tijd vanwege elektrolyten die erin zitten. En zeker voor het crossseizoen wilde ik hem weer hebben. En de Easy Excel van Pavo, daar staat Indu nu al een tijdje op en daar doet hij echt mega goed op. Dus de tonnen zijn weer aangevuld en ik heb hieronder ook even geveegd, want het was echt mega vies. Nou wil ik heel even deze wasbak opruimen, want er zit hier allemaal zooi in wat we nu nog niet kunnen gebruiken. Zoals, er komt een rookmelder hangen. Papa is nog wel van de veiligheid, dus dat vind ik ook heel goed natuurlijk. Maar er ligt ook nog een brandblusser in en van allerlei dingen die, ja, die liggen hier maar te liggen. En ik wilde eigenlijk dit bakje even gebruiken, of ja, de wasbak die nog niet dient als wasbak, gaan gebruiken zodat ik mijn supplementen daarin kan zetten. Want die staan hier nou op de grond en het is de planning dat hier plankjes komen te hangen, dat ze daarop kunnen staan. Maar ja, tot die tijd moet ik het even hiermee doen. En is het dus nog niet af. En ja, ik ga even opruimen, want het is allemaal een beetje, ik heb alles gewoon overal neergegooid. Deze kast ga ik ook weer even opruimen, want dit staat ook echt niet meer geordend en daar kan ik heel slecht tegen. En ik heb nou de tijd, dus dat ga ik maar even doen. Ik was ook even langs het kruisvat gereden, want ik had nog iets anders nodig, maar ik heb meteen biddendoekjes meegenomen. En ik vind ze van Zwitserland echt mega lekker ruiken. En die gebruik ik altijd voor de wedstrijden om Indu gewoon even schoon te maken. Zijn neusgaten, zijn ogen en zo schoon te maken. Kan ik eerst even beginnen met opruimen en dan ga ik dadelijk Indu rijden. En dan moet ik om 1 uur gaan lesgeven. Dan moet ik vanmiddag nog een pony scheren. Dus toch nog best een drukke planning op een vrije dag. Dat doe ik altijd. Ik heb eigenlijk nooit echt vrij. Maar ja, we gaan even aan de gang. We'll be right back.
Ik heb nou hier even mijn supplementen in zitten. Dit zijn onderdelen voor de wasbak, dus die laat ik maar mooi even hier. Dan zijn die supplementen hier weg. En dan heb ik hier alleen nog maar de bakje staan. En dan, oh, deze kan hier ook bij. Zo. Het ziet er nog steeds niet uit zoals ik zou willen, maar goed. En de kast heb ik dan nou ook een beetje weer geordend. Ik heb altijd bovenaan mijn crossspullen. Hier moeten nog mijn peeskappen in, maar die liggen nog te drogen. Overige dingen, dus mijn bakje met vlechtspullen. Daarnaast staat mijn EHBO bakje. En die blauwe bak, daar zit allemaal rommel in, zeg maar. Dingen die ik niet echt snel nodig heb. Hier twee lege bakken waar ik altijd mijn voer in doe als ik wegga met Indu. En dan mijn, dit is de flowzaad voor het zand, zeg maar. En mijn kurkuma, die past niet helemaal in het potje. En dit is mijn bak met, ja, zeepjes en weet ik het. Er zit echt een hele hoop in. En ik gebruik het lang niet allemaal, maar die staat altijd bij de hand. En dan hier vooraan staat altijd mijn vet, want ik vet heel vaak mijn laarzen in. En hier staat mijn scheerapparaat. Onderin ben ik niet geweest, want dat is echt mijn rommelkant. Daar ligt echt dingen in die ik nooit gebruik. En dan aan die kant liggen ook ligt niet zoveel bijzonders. Even kijken, hier liggen mijn longeersingel. En dit is dan mijn EHBO bakje. En de brandblusser. En nog mijn snoepjes die ik nog over heb. En mijn lijnzaadolie. En dat is gewoon om aan te vullen. Dus dat heb ik nog niet nodig. Nou, is dat weer opgeruimd, kan ik nu gaan rijden. Dus ik pak even mijn spullen en dan kijken wat Indu allemaal aan het doen is. Waar ben je? Oh, sta je in stal? Nou, dan sluit ik je snel op. Nee, blijf staan. Zielig, hè? Moet je opsluiten. Heel zielig. Gaan we even rijden? Hè? Gaan we even rijden? Ja. Heb je zin in de rijden? Zachtjes, zachtjes. Noem het even je lomp af en toe. Hé? Poepie. Lief zijn, hè? Ik doe je daar even lekker poetsen. En Tommy. Vermaak je jezelf? Tommy zat al lekker te eten. Lekker, hè? Kom een kusje geven. Ja, nou, ik ga even mijn spullen pakken. En dan denk ik dat het 10 voor 11. Ik heb nog even de tijd. Ik moet nog even een rommel opruimen. Hier liggen ook nog een plastic van hooi. Moet ik ook nog steeds opruimen. Daarentegen ben ik best een slechte opruimer. Ik pleur altijd overal maar iets neer en dan... Oh, dan neem ik morgen wel mee. Oh ja, neem ik morgen wel mee. En dan zo gaat het verder. Dus ik ga Indu opzadelen en dan gaan we nog even lekker rijden. Ik denk heel even kort even meenemen wat we gisteren hebben geoefend. En daarna even een rondje buiten. Gewoon even uitstappen over het harde. Weer voor het eerst op het gras dit jaar. Dan mogen we even lekker eten. Dan kan ik ondertussen even deze draden even fixen. Want ik zet hem altijd vanaf het midden van de wei iemand tot het einde. En dan mag Tommy dadelijk ook even, als ik dit heb gefixt. Ik heb hem wel even ingepakt met peeskappen en springschoenen, want je weet maar nooit. Maar volgens mij blijft hij wel redelijk rustig. Lekker hè, jongen? Ja. Was dat zo fijn als we weer op de wei mogen. Tommy zit ook op het gras. Die staat aan de andere kant van de wei. Bij de geiten, zeg maar. Die mag dat lekker kaal peuzelen. Ik heb nou de wei dus opgedeeld weer in 2 stukken. Dat Indu niet meteen, als hij gaat rennen, heel de wei kapot rent. Dus we staan lekker te eten. Lekker hè, Tommy? Dat is lang geleden. Morgen. Het is vandaag vrijdag alweer. En zoals je aan mijn hoofd al kan zien, is het vandaag echt heel erg koud. Het heeft vannacht weer volgens mij 1 graad gevroren. Het is echt niet normaal hoe de temperaturen wisselen. Maar goed. Ik moet vandaag tot 5:30 naar school. En daarna ga ik ook nog uit eten. Dus ik heb eigenlijk bijna geen tijd voor de paarden. Maar ik doe altijd 's ochtends de stallenmesten. En bijna alle klusjes dat ik die 's ochtends alvast heb gedaan. De paarden hebben net brokken gehad. En ik ga nu heel even wandelen met Indu. En als ik terugkom ga ik de stallenmesten. Ik heb het hooi al wel klaar hangen en buiten heb ik wat hoopjes neergelegd, daar voor Indu en daar voor Tommy. Daarvoor moet ik natuurlijk dus even een hooi net gaan ophangen weer. Want ja, vanuit zand eten is gewoon natuurlijk niet echt heel goed voor ze. Maar ja, ik heb nu even geen andere keus, want ik wil wel eens gewoon genoeg eten krijgen. En normaal gesproken legt mijn moeder wel een hoopje hooi neer, maar haar winkel is gewoon open. En die heeft het gewoon gigantisch druk, dus die heeft... Denk ik echt geen tijd om ze even eten te geven. Misschien om even op en neer te lopen om ze een appel te geven of zo. Dus ja, ze moet de hele dag op mij wachten.
Maar zo hebben ze wel in ieder geval gewoon lang genoeg te hooi te eten. Inu is ongeduldig en geeft zijn brokken al op en die wil lekker naar buiten. Dus wij gaan even lekker wandelen. Je ziet echt de hele tijd iets. Wat zie jij? Oh, oh, oh. Gaat goed? De paarden staan alweer op de wei. Heel even. Ik ben iets eerder uit van school. Ik was om 4:45 uit in plaats van 6:30. Dus dat geeft me iets meer tijd tussendoor. Want ik moet daar om 6:30 weer ergens zijn. Ik ga namelijk lekker uit eten. Hoort er ook bij. Maar dan kan ik even snel nog even bellen mensen, water vullen. Dan kan ik nog heel veel mijn hoofd weer poetsen voor morgen. Want die is echt super vies. En dat bedacht ik me net pas. Mijn kisten vergeten te doen na het rijden. Dus paarden kunnen in die tijd dat ik dat doe heel even lekker een 30 minuten op de wei staan. Ik heb echt rode wangen. Ik weet niet waarom. Maar... Dus ik ga even snel mijn hoofd poetsen. De paddock uitmessen. Dan haal ik ze weer binnen. En dan kunnen ze even brokken eten. Doe ik weer andere kleren aan. En dan kan ik meteen weer gaan. Ik maak de binnenkant van mijn neusring bijna nooit schoon. Dat is te zien, want hij is echt heel vies. En deze kant heb ik dus met een babydoekje gedaan. En deze kant nog niet. Dan zie je het verschil. Het is echt niet best. De voorkant zal ik ook even doen met de babydoekje. Want dan glanst hij weer wel beter. Maar dit verschil is echt te erg. Hij was echt heel vies. Oeps. Ik moest nog mijn weekvlog even afsluiten. Want hij is ondertussen 30 minuten geworden. En ik ga... Het is vandaag al zaterdag. En ik ga zo meteen op wedstrijd. En daar maak ik even een nieuwe video van. Want anders wordt het wel heel erg lang. Dus ik sluit de weekvlog hierbij af. En dan zie ik jullie in de volgende video. Laat zeker even weten wat je ervan vond. Deze weekvlog, volgens mij is hij een beetje rommelig geworden. Maar ja, is een keer wat anders dan normaal. En ja, laat zeker even weten of jullie dit vaker willen. En dan tot de volgende keer. Doei doei!